Oké, vandaag geen straatfotografie. Ik ben op wandel met een van de hondjes en de dochter. Ik denk trouwens, ik zit hier met vrij veel zon, maar volgens mij werkt de andere camera. Dus de niet naar voren. Ja, de camera van, aan de achterkant van de telefoon eigenlijk. Werkt volgens mij nog altijd wel beter dan bij moeilijke omstandigheden als dit. Dan de selfie. Dat was de term dat ik zocht, de selfiecamera. Maar ik ga het vooral hebben over deze, over de X6-10. Want ik ben zo'n beetje aan het experimenteren. Eigenlijk het probleem was dat ik... Wacht, ik ga even de camera wisselen. Je zult dan zien of dat dus het is met de selfie-camera. Ik ga even gewoon een andere kant gebruiken nu. Ja, en dit is... Ah ja, het gaat natuurlijk ook veel... Ik heb voor de zekerheid mijn microfoon mee. Dus ik kan altijd ook wisselen naar de camera zelf. Dus dat is de X6-10 van Fujifilm. Die... Op zich heb ik die al een tijdje, die camera. Maar ik heb die eigenlijk gekocht omdat dat een compacte camera is van Fujifilm met de recentste sensor en met stabilisatie. Die stabilisatie, ik heb altijd iets raars gevonden, maar voor fotografie gebruik ik dat niet, maar om te filmen heb ik dat wel nodig. Dat betekent eigenlijk dat uw sensor altijd los zit. Dus als je... Ja, dit zal trouwens een beetje een soort van review zijn van de X6-10 na zoveel maanden gebruiken. Maar dus die sensor zit altijd los, dus je voelt dat ook altijd wat bewegen. Het is niet dat dat gefixeerd wordt als je hem uitzet. Dat blijft altijd alsof die sensor in rekkertjes ophangt en altijd beweegt. Bij mijn XH1 heb ik dat ook al gezien, dat die zo... En dat er altijd wat beweging in zit, wat dat iets raars is. En dan heb ik deze camera specifiek gekocht om te filmen, maar ik dacht ja, het is een handige vormfactor met ook zo een breder handvat, maar toch compact. Dus dan dacht ik, ja, dat kan wel handig zijn, ook voor fotografie. Alleen bleek dan dat mijn computer niet naar de laatste macOS kon geüpdate worden en die had ik nodig om de RAW-bestanden, alleen eigenlijk om de laatste Lightroom te installeren, om zo de RAW-bestanden van deze camera te kunnen... Ik zal het niet zien. Ons lieve heersbeestje. Dat is weg. Dus ik kon hiervan de RAW-bestanden eigenlijk niet uitlezen. Puur omdat mijn computer niet de laatste Lightroom kon installeren. Daar kwam het op neer. Dus ik filmde er alleen mee. Ik fotografeerde er niet mee. Maar ik heb dat onlangs opgelost door de Mac Mini te kopen. En met die Mac Mini kan ik dat dus wel. Ga jij maar voor, hè. En uiteindelijk de beeldkwaliteit van die... ik ben hier naast een plas aan het navigeren. Die gaan er gewoon door. Hoor je dat geluid als een stier? Nee, daar staan een hele grote stier daar van achter. Er staan er meerdere, hè. Nee, ook meisjes. Nee, ja, ook koeien. Vleeskoeien, die lijken op stier, ja. En met die Mac Mini kan ik dus de laatste Lightroom, dat heeft zo'n M1 chip. En daarmee kan ik de laatste Lightroom versie installeren. Dus kan ik hier nu ook volop mee fotograferen, ben daar ook mee begonnen. Ik moet wel zeggen, ik heb daar nu de 23-1.4. Daarvoor is eigenlijk die body een klein beetje te klein. Je ziet dat ook, die lens weegt eigenlijk goed. Dus je hebt zo de lichtsterke lenzen van Fujifilm. Dat is niet echt ideaal in combinatie met die body. Je kunt die body beter gebruiken met die compacte series. Dat is dan de, meestal F2 lenzen van Fujifilm. En eigenlijk is de F2, de 23mm F2 bijvoorbeeld, heb ik ook liggen. Maar die is eigenlijk bijna even goed als deze. Hè. Je moet ze echt al naast elkaar gebruiken om te zien dat deze inderdaad een klein beetje scherper beeld geeft. Maar het is echt miniem. Voor de rest eigenlijk, als het puur over gebruik gaat van de camera, ja, ik vind het super handig dat je dat schermpje kunt toeklappen. Dus bij mij is dat bijna altijd dichtgeklapt hier. En ik doe dat enkel open als ik foto's ga... Ja, ik bekijk zelden foto's op de camera, omdat dat op de camera toch een klein schermpje is en je kunt die scherpte niet altijd beoordelen.
Maar het gebeurt wel dat ik mijn foto's wil overzetten op mijn telefoon bijvoorbeeld om snel iets te delen. En dan klap ik dat scherm kunnen open om in die minuten te gaan en zo. Omdat ik dan ook op mijn telefoon zit te kijken tegelijk. Maar anders gebruik ik altijd mijn zoeker. En zo kan ik dat scherm eigenlijk niet krassen. Dus dat vind ik super. Topklapbare scherm. Zoals je ziet gebruik ik zo een eenvoudig dingetje op mijn pols. Een polsbandje. Dus ik denk dat het een beetje van Canon is. De controle is een beetje wennen. Ik ben meer fan van zo deze heeft zo die... ja, het is een PSAM. Ja, het is een PSAM knop. Of het is een MASP knop waarschijnlijk. Maar die heeft zo... zo'n knop in plaats van de echte retro sluitersnelheid knop, ISO knop enzovoort. Maar dat is gewoon een kwestie van wennen. De ontspanner is de goede ontspanner, niet die die op de XH1 zit. Dat is altijd tof. En één ding is me toch wel in de negatieve zin opgevallen. Puur als het gaat over fotograferen met die camera. En dat is eigenlijk voor het instellen van, voor het maken van uw belichting. Dus ik gebruik heel vaak, ja, bij straatfotografie nu niet, dus daar gaat dat geen probleem zijn gelukkig. Maar als ik tussendoor gewoon wat fotografeer van het gezin enzovoort, dan gebruik ik heel vaak auto-ISO. Dus dan heb ik hem op manueel staan, dat zou normaal gezien het geval moeten, ja, dus daar staat manueel. Maar ik gebruik wel auto-ISO, waardoor dat hem zelf dan de belichting eigenlijk kiest. Zolang dat mijn andere parameters, sluitertijd en diafragma, niet te ver van ideale waarden liggen, kan het dan met de ISO opgevangen worden, het verschil. Maar dan merk ik wel dat hem soms zijn belichting, dat dat soms blijft hangen. Dus dat gebeurt dat als ik, als ik iets fotografeer in tegenlicht, dat hem eerst 2 seconden de achtergrond belicht en dan pas corrigeert om uw eigenlijke onderwerp te gaan belichten. Dus hij lijkt soms wat trager in het aanpassen van de belichting dan bijvoorbeeld de XH1. Nog een klein nadeeltje is, dus daar zit zo een, kunnen we dat zien? Ja, daar hangt zo, ik heb dat al een keer vermeld denk ik. Daar hangt zo, waar dat uw microfoon zit, zit zo een plastic dop in eigenlijk, om dat af te dichten als je de microfoon niet gemonteerd hebt. Maar dat zit in de weg als je je scherm openklapt, dus dat is ook heel vervelend. Want voor te filmen gebruik ik mijn scherm ook, ja, juist. Dus om te filmen en om foto's achteraf te bekijken soms.